Vrienden, even over voetbal. Ja, ik heb Utrecht-Ajax zitten kijken. Nou, dat was vanaf de eerste minuut totaal geen wedstrijd. Dan moet je toch gelijkwaardige tegenstanders hebben. Gewoon dat je denkt van, hoe, dat kan nog wel eens spannend worden. Nou, dat was het totaal niet hoor. Echt niet. Nee, dit was gewoon Ajax op zich. Die hoefde niet eens voor 100% te gaan. Die hebben gewoon op 70% gevoetbald. En Utrecht, die kon daar gewoon niks tegenover zitten. Ja, en nou ik het over Utrecht heb. Ja, wie moet de nieuwe trainer worden? Wie moet de opvolger worden van John van der Brom? Nou ja, dat wordt me constant gevraagd, dus ik heb er 3 namen voor. Ja, ik denk dan bij mezelf, Henk Vrezer, die kunnen we doen. Dat is gewoon een goede trainer, leuke gozer, past waarschijnlijk heel goed bij het karakter van FC Utrecht. Helemaal goed. Nummer 2 op mijn lijstje is Wim Jonk. Kijk hoe die het doet bij Volendam. Ja, en dat is natuurlijk geen wereldelftal. Maar hij laat ze wel heel goed en leuk voetballen. En haalt geweldige resultaten met gewoon een gemiddeld elftal. Dan denk ik bij mezelf, hey, die heeft het in zich. Als ik Utrecht was, zou ik heel, heel goed en zwaar nadenken over Wim Jonk. En nummer 3, ik gooi hem maar weer eens even in de lucht. Maurice Stijn, ja. Bij NAC, hè? Ja, stond hij gewoon bovenaan. En door de corona is het nu even wat minder. Maar hij bracht NAC weer gelijk terug waar NAC hoort. Bovenaan in die keukendivisie. En dat is ook een trainer, een gozer, die hoort bij de sfeer van FC Utrecht. Dus dat zijn mijn 3 namen. Vrezer, Jonk en Stijn. Maar goed, Utrecht-Ajax, dat stelde dus helemaal niks voor. Ajax die won het op zijn gemakkie. Kreeg nog even een penalty cadeau. Die Traoré, nou daar hoef je maar tegenaan te blazen en dan valt hij al om. Dus die strafschop kregen ze een cadeau. Maar dat maakt niet uit, dan was het nog altijd 2-0 geweest. Nou, dan even Feyenoord. Daar heb ik ook een stukje van zitten kijken. Nou, dat Feyenoord. Jullie weten het toch, hè? Maar ik heb een Feyenoord hart. Feyenoord, dat is mijn club. Maar ik kan er bijna niet naar kijken gewoon. Ja, dan doen ze het even leuk tegen die Russen van de week. Oké, hippie de piep, hoera. En dan zie je weer zo'n wedstrijd als tegen Groningen. En dat is er gewoon niet om aan te zien. Nee. En wat lees ik dan? En daar word ik dus wel een beetje wanhopig van. Dat Rotterdam zegt, ja maar er worden geen Feyenoorders geselecteerd voor het Nederlands elftal. Nee, natuurlijk niet. Jongen, natuurlijk niet. Kijken jullie dan niet naar Feyenoord? Ja, Bijlo, ja, die kan je uitnodigen. Ja, natuurlijk. Dat is wel een kandidaat. Dat is ook de enige eigenlijk bij Feyenoord die in aanmerking komt. Wees nou gewoon een beetje zelfkritisch. En denk dan bij jezelf, wil ik die spelers in het Nederlands elftal zien? Wil jij Linzen in het Nederlands elftal zien? Wil je Diemers in het Nederlands elftal zien? Haps ook nog niet goed genoeg. Nee, natuurlijk niet. Berghuis, wat heeft die nou laten zien? Ook nu weer tegen Groningen. Waar was die Berghuis? Wandelt een beetje over het veld, ongeïnteresseerd. Hey, ik denk dan bij mezelf, jongens, hou daarmee op, want dan gaan we dus roepen dat Frank de Boer, nou, jullie weten hoe ik over Frank de Boer denk, want daar heb ik over gezegd van, nou, dat vind ik helemaal niet de bondscoach op dit moment. En dat heb ik niet 1 keer gezegd, maar een paar keer gezegd. Maar dan zeggen ze nu in Rotterdam, jullie Frank de Boer is een Ajaxiet en het is een neus. En daarom nodigt hij geen Feyenoorders uit. Nee, jongens, die Feyenoorders, wees nou gewoon eerlijk in Rotterdam. Die zijn niet goed genoeg. Nee, dat is het hem. En daarom nodigt Frank de Boer ze niet uit. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Dus hou daar in godsnaam mee op. Want het maakt zo'n vreselijke provinciale indruk.